Nou, daar hopen we natuurlijk wel. En we beginnen ook met op scholen erover te vertellen natuurlijk. Alle kinderen van de basisscholen die hebben hier al op bezoek geweest en we hebben ze die films al laten. Misschien is dat nog een beetje te moeilijk voor ze, maar houd, ze hebben het wel zijn. En vervolgens zijn we met ze op het terrein geweest en hebben ze rondleiden en verteld wat er geweest is. Ja, en nou dat verder zit. We zijn een historische vereniging en ja, we hebben toch een kleine 70 leden, dus... ja, daar ben ik in elk geval mensen daar geïnteresseerd in. Maar doe woonst in de stad, oorsprong in Schaarmeraakzee, waar is toen met Ouwet? Ja, soms kon je eigenlijk terecht de verschillende dingen. En ik kom dus uit Schamer en door stond vroeger ook een klooster, een cruiserenklooster was daar. Ja, net als op Troppel. Net als op Troppel, twee waren er van. En daar woonde ik vlakbij en ja, mijn pa was ook geïnteresseerd in geschiedenis en... Ja, op school, meester Vrijen, die kon er prachtig over vertellen. En ja, bij sommige kinderen valt dat kwartje in en ja. Mimi was dat zo. Ik vroeg daarmee nog even verder, Marien. We gaan even naar Boudewijn de Groots. Avond, een nummer uit, denk je, subnekken van een nieuwe herfst uit... ja, de tekst is van Lennart Nijg. Hè? Lennart Nijg is al overleden, was zijn tekstschrijver. Leverancier eigenlijk, hè? Ja, en de muziek van Boudewijn de Groots zelf. Avond. Boudewijn de Groot, ja. Mooi nummer. Mimi staat Martinus Kuper, helemaal meerdere uur in deze uitzending. Hij is veeboer op Fransemer Veurwerk. Hoe is het om op zo'n historisch terrein te boeren, Martinus? Nou, dat is prachtig natuurlijk. Daar kun je alle doen van genieten. Maar dat heeft natuurlijk ook wel een beetje zijn beperking. Zoals? Nou, we zitten dus midden op Wierde. Er stonden twee boerderijen op Wierde. En ja, dat is geen vlak land. Dus dat is qua bewaking en zo, wat is dat wel eens wat lastig. Trekkerschuiven en zo. Ja, nou precies. Maar als je er geboren en getogen bent, zoals ik. En wie ben er al, ja, ik ben de derde generatie die door boert. Ach, dan leer je door een beetje met om te gaan. En je leert je een beetje aanpassen aan, ja, aan het cultuurlandschap, zeg maar. Kijk, daar ben nog gewoon, die trekken alles vlak. En die draaien er zo ook om. Die zetten de natuur, zetten ze naar hun eigen hand. Maar ik heb, ja, ik ben misschien een beetje conservatief. Ik pas me een beetje aan bij de omstandigheden zoals ze ben. En ja, het is nog eenmaal zo. Die wieën die moeten een beetje in staan blijven. Dat is ook wettelijk, is dat vastgelegd. Hey, maar dus dan kan ik de plauw niet inzetten. Nee, maar stel dat ze niet eigen kop zoals vakken. Dat is al wel vlak, man. Nee, dat denk ik nooit. Nee. Nee. Kijk, wat een generatie normie gaat down, daar heb ik natuurlijk niet zoveel over te zeggen. Maar ik doe mijn tijd zo wel uit, denk ik. Dus ik zal dat gewoon zo laten. Ik pas me gewoon, een beetje aan de omstandigheden. Mm-hmm. Maar wat ook echt beperking oplegt van de overheidsinstantie? Ja, bijvoorbeeld gebruik van kunstmissen en zo? Alleen die wieren al, dat is, nou ja, daar kan je dus feitelijk niet aankomen. Die mag je niet afroepen. En nou ja, het slotenpatroon, dat door word je ook in beperkt. Je kan niet maar rigoureus alle sloten dichtgooien die je misschien wel, wat misschien wel handig zou weten. Doe onder de deur en zo. Ja, ik ben nog boer op een op land waar allemaal agertje land is, dus dat is ook niet vlak. Dus dat geeft, ja, je hebt toch wel wat extra kosten, je moet er wat extra tijd in steken. Kleinscholig ook? Ja, voor de omstandigheden, ja, zoals het vandaag de dag ben ik kleinscholig. Ja. Ik heb een melkquotum van 50 melkkoeien. Ja, dat kun je vandaag de dag rustig klein. Je broden tegenwoordig al gauw over 150 koeien. Ja, ze hebben jongens geloof we boerderij met 1000 koeien. Ja, nou ja, precies. Dat ben een beetje, ja, dat wordt een beetje Texas-achtig omstandigheden. En of dat nou zo gewenst is. Maar goed, ja, dat bepaal ik nooit. De ontwikkeling die ben nou helemaal zo. En het is wel zo, voor de melkprijs van 20 cent zoals om het ogenblik, dat is niet al te best. En met 50 koeien is het lastig boeren, vinden ze heel gezond. Maar ik denk dat met 1000 koeien of 500 koeien ook lastig boeren is. Maar wist u een beetje bouwboer bij ook? Ik ben geen bouwboer. Nee, bij ons is altijd een, het is altijd een veebedrijf. Vroeger zaten we wel een beetje op een grensgebied. Twee landburen van mij, die hadden vroeger een gemeen bedrijf. Dus een dal akkerbouw en een dal veehouderij. Maar dat is allemaal, ja, het is allemaal ruinland worden in de loop der tijd. Omdat, ja, het land is ook eigenlijk niet zo geschikt voor akkerbouw. Het is voor de klaargrond, moeilijk te bewaken. En
Dus het is eigenlijk al een puur veehouderijgebied. Ja. Melken, handmoedig melken en zo? Nee, we melken, we hebben een redelijk modern bedrijf. We hebben een leerboogstaal gebouwd in het leers van de zon. Dat is zo'n plootstolen ding, hè? Nee, dat is, het is, het past redelijk in het landschap. Ja, het is, het ziet er redelijk uit. Ja. Dat vinden we zucht de mensen. Nou, een ander door te gaan, kijk, daar word ik nooit. Maar je moet natuurlijk wel een klein beetje met de tijd met gewoon. Maar ik bedoel, als het mooi historisch veranderd is dan, betekent volk ook extra kosten. Volk wel, ja. Ja, dat is zo. En dat is voor een beetje de, dat is voor een beetje het strijdpunt natuurlijk. Hè. Je wil het wel een beetje netjes hebben en een beetje passend bij de oorlog gebouwen. Mm-hmm. Maar anderzijds, het is ook voor een centen kwestie. Maar het is ook wel zo, we hebben het oorlog gebouw hebben. Dus ook allemaal nog in oorlog staan. En dan, dat wordt ook gauw onderhouden. Ja, en door Noost stond bij het modernere gebouwen. Maar ja, goed, dat moet kennen. Hè? Ja, loopt niet kwijt naar boeten deuren? Ja, we hebben de goede dagen naar boeten. Ja, de meeste bieden zomaar daar. Ik ben ook vol in het veld en zo in de proost met boeren. En die zeggen, kun je al meer maken dat mensen die hier rondfietsen, die hier als recreant binnen, ook... maar zo aan de kanen van de weg stond te kijken dat het zo mooi is dat de kooi nog moet lopen. Ja, nou. Dus jullie hebben ook een functie van landschaps... Ja, we zijn ook een beetje landschapsarchitect. Ja, en voor de toeristen is het natuurlijk... Ik vind het zoveel mooi. Koeien, kijk vee uur in het laat. Een graslandgebied waar geen vee meer in het laat loopt, ja, daar wordt een kolen- en dooienbouwrol. Zal het ook mooi wat weten... om boeren door een verhouding voor te geven. Dat is al verproren. Nou, in feite is die er al. We kregen dus al een verhouding van Friesland Campina, zoals dat vandaag de dag heet. Daar kregen we dus al een verhouding voor als we de koeien waarden, zeg maar. Mm-hmm. Dus met andere woorden, dat de koeien niet aan lopen. Maar alleen die verhouding die moet wel een beetje hoog hebben. Maar het is nog veel meer een goede deuze gewoon, zeg maar. Ja, mijn boer mag met je kloon. Ja, dat word ik wel. Ja, was wel van dat boer mensen kloot, hè? Ja? Elke maand. Ja? Februari, hè? Wat, die heeft maar 28 dagen. Ik wil een ding zeggen, Martien. Ze zegt net van, doe probeer een beetje cultuur, historie te respecteren in die bedrijf, zeg maar. Doe was nou ook om de generaties dat doen. Wat denk je, wat kaart gaat erin? Is dat een gesprek van, doe je zo volgens op bedrijf? Ik heb geen, waarschijnlijk geen overvolgers. Het zijn jongens, maar die gewoon anders wat doen. Dus er zal wel geen overvolger komen. Hmm. Maar goed, misschien dat er nou wel weer een hele boer op komt. Het is wel zo, middag Amsterdam, we zitten met dus in die middag en dat is nationaal landschap. Dus wettelijk worden er dus wel wat beperkingen opgelegd. Dus je zal je toch een beetje moeten aanpassen. Het feit dat daar een tak toeristische overnachting of zo. Nou, dat is een mogelijkheid om naast je veehouderij dus iets anders te gaan doen. Je zou natuurlijk ook wel dat er ook kleinere bedrijven, dat er al boeren ben die dan boon bij hem, een havenboon. Ja, maar ik was vaak nog leden zo al. Ik met die door in Westerwol. En dan zegt ze eigenlijk, Bino, huis aan huis van die boeren die door zo'n kromke bewegen, proberen wat streekproducten aan de man te brengen. Bij een breakfast dan, en het is bijna altijd een paar die met dat soort initiatieven komt door bij die. Ik denk van mensen die denken van kleinschollige veeteelt zit er nooit meer in. Ik ga een tweede tak, maar dan kost je ze volk voor dezelfde ding. Ja. Wordt ook wel zoveel van men. Ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment. Ik heb wel een idee, Martinus. Ik heb wel een idee. Doe ik je schoutproon? Doe ik je hartstikke gaat doen, proost een visie tot 12 uur. Het zal natuurlijk ook wel weten om mensen die een beetje in de stress zitten. Dan las je een beetje die koorden aan en uw proost een beetje omhoog. Dat levert wel dikke zin. Een zorgboerderij, zeg maar. Ja, ik vond niet dat wat voor mij is, want ik zit zelf ook wel eens een beetje in de stress. Dus of ik een ander door naar mijn geriem kan om... Ik zal zeggen, een rustgevende rondleiding door de natuur. Ja. Oh, dat is misschien wat. Ik zal er eens met mijn vrouw over hebben. En mooi terras erbij, een beetje lavendelthee erbij. Oh ja. Ja, nou, dat is misschien... gaat in de markt. Misschien dat wel een gat in de markt is, ja. We moeten wel een beetje fantasie hebben tegenwoordig om een beetje door de tijd te komen. Ja. Dat is gewoon zo. Zo is het, ja. Martinus Kuper, nou naar boer, maar toekomstig therapeut. Recreatief therapeutisch medewerker hier in Ouwe. Dankjewel. Hold the rekening, man.